Goedemorgen, het is vandaag een zaterdag. We hebben net lekker ontbeten. En dan zijn we omgekleed en nu gaan we zo richting het strand. Dus een beetje een stranddagje vandaag. We gaan naar een klein strandje. We gaan naar ook lunchen en daarna gaan we hier thuis saté eten. Dat is een beetje planning voor de laatste dag. Net niet op deze troep gaan staan. Vandaag weer die bikini aan van deze zusters. Ik vind die echt heel chill. En voor de rest geef ik ook wel alleen iets op mijn lippen gedaan. En met goedkope oorbelletjes en voor op het strand. Ik ben inmiddels op het strand. Kijk hoe mooi het hier uitziet. Alsjeblieft, mevrouw. Heerlijk. Proost. Wow. Wij zijn inmiddels al een tijdje thuis. En kijk wat Esme en haar moeder aan het maken zijn. Kijk hoe lekker het eruit. Het ruikt ook echt super lekker. Zo cute. Cute, hè? Zo cute. Saté ayam. Echte Indische saté ayam. Het ruikt wel echt heel lekker. Dus dat is mijn eerste keer dat ik jouw saté ga proeven. Ja. Ja. Het heeft lang geduurd, dame. Echt, hè? Oké, lekker duidelijk beeld. Maar ik ben nu even mijn haar aan het doen. Dus ik heb hier in de ventilator gezet. En ik heb de föhn van Esme's moeder geleend. Die is al aan het vergeten. En ik ben zo aan het föhnen. Want anders heb ik het echt heel warm. Nou, ik ben momenteel mijn tas aan het inpakken. Nog wel een taak hier. En wat ga ik daarna doen? Ik ga zo even mijn huid reinigen. En dan ga ik mijn oogmaskertje gebruiken. Die ik laatst dus van de Sephora heb gehaald. Hier ben ik nog eens echt aan toe. Het is ook een beetje dat ik verbrand ben. Mijn neus, mijn wangetjes en mijn rug is echt verbrand. Dus dat is wat ik nu even ga doen. Nou, en dan zie ik er zo uit met de oogmaskers. Deze helpen bij mij wel altijd heel goed. En ik gebruik die meestal tijdens het reizen, maar dat heb ik het keer niet gedaan omdat ik ze niet had. Maar nu ga ik het doen voor het reizen. En als ik morgen een beetje concealer op doe, is het echt heel erg mooi en smooth. Even kijken. Ja, ik ga dus nog even mijn koffie inpakken en dan gaan we eigenlijk slapen. Morgen moeten wij vertrekken om 4 uur hier. Dus dat is best wel vroeg. We gaan dus ook even lekker vroeg naar bed. Ik ga deze vlog afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer als we gaan vliegen naar Nederland. Doei doeg, bedankt voor het kijken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is 3:55. We moeten zo voor 5 minuten vertrekken. Ik fluister van de rest slaapt. Ik probeer dit nog in 5 minuten te functioneren. En dan gaan we er vandoor. Esme is nu mijn tas aan het dicht doen. Is het gelukt? Dank je, joh. Girl, onze avontuur is gewoon voorbij. Dat was het weer. Zo snel. Je is nog niet zo goed, denk ik. Ja, maar het is ook echt fucking vroeg gewoon. 4:50. Het is nu 4:50 en we zijn nu onderweg naar de airport. Maar ja, we hebben wel weer 4, 5 leuke dagen gehad. 5 leuke dagen gehad. Ja, we hebben echt een onzin gehad. Ja, zeker. En nu rustig naar de airport. Dan wel helemaal prepared ijskoffie mee, chocolade donuts. Ja, ik heb nu eigenlijk wel zin in een ijskoffie gaan zo pakken. Ja, ik heb ook wel zin in een ijskoffie. Het duurt ongeveer een half uurtje om naar de airport te rijden. Oh, de AP. Kijk hoe donker de wegen nu zijn. Het is echt super eng. Daar ga je een gat in, gewoon. Wij zijn net aangekomen. Wij gaan even onze auto inleveren die we hebben gehuurd. Ik vond de ijskoffie echt niet te drinken hier. In Nederland is echt veel lekkerder. Maar zo denk ik maar een koffie aan de lucht te houden. En ja, even deze auto een beetje schoonmaken. Want we hebben best wel veel troep erin. En dan inleveren. Het is inmiddels rond 11 uur. En ik ben net thuis. Tenminste, ik sta nog in de lift. Als het goed is, is Nessie thuis nu. Ik heb hem echt heel erg gemist. Goedemorgen. Het is inmiddels vrijdag. We zijn best wel een paar dagen overheen gegaan. Voordat ik weer met mij ga vloggen. En ik ben me aan het klaarmaken voor een event. En ik heb mijn make-up nog niet gedaan, dat ga ik nu doen. En daarna ga ik mijn haar afmaken, want daar was ik al een beetje mee begonnen. Ik heb het gedoucht. Wat is het nu? Ik ga
straks naar een event, een Lancôme event met Lemia. Lemia heeft me meegevraagd. En ik vond het wel leuk om mee te gaan, dus daar ga ik voor het eerst naartoe. Ik ben er gewoon heen geweest. Ik ga me nu even snel klaarmaken en dan zie ik jullie straks. Ik heb trouwens hier echt een heel erg blauwe plek gekregen. Ik was laatst, toen ik was teruggekomen van Spanje, was ik de volgende dag was ik met Nessie naar de bios gegaan naar The Nun. Een afschuwelijke film was dat. Maar ik ben daarna dus op de terugweg toen we naar de parkeerplaats liepen, moesten we de trap af. En daar ben ik dus afgeflikkerd. Toen ben ik dus heel hard met mijn arm op de trap geflikkerd. Daarom heb ik dus een blauwe plek. En het deed echt heel veel pijn. Ken je dat? Dat je echt zoveel pijn hebt dat je eigenlijk gewoon heel hard wil janken midden op straat. Dat wou ik doen, maar ik moest me echt even inhouden. Want ik dacht, nee meer. Er waren zoveel mensen om me heen. Iedereen ging net de film uit, weet je wel. Dus ik wou echt niet janken. Dus ik heb me echt ingehouden, maar ik had zoveel pijn. Niet normaal. Ik ga me snel klaarmaken nu. Ik besef echt pas sinds Spanje hoe lang ik er tegenwoordig over doe om klaar te maken. Want eerst deed ik er echt totaal niet lang over. Ik was altijd binnen een kwartiertje klaar. Maar tegenwoordig doe ik er echt een uur over. Maar het kon me gewoon alle tijd ervoor nemen. Weet je wel? Ik wil er alle tijd voor nemen. Ik doe alles gewoon rustig aan. Oké, ik heb er één oog geplakken. Eén oog moet ik nog plakken. Eén oog moet ik nog plakken. De wimpers moet ik nog plakken. Maar ik heb deze wimpers een beetje te ver naar voren geplakt. Er is hier nu veel ruimte over. Maar dat maakt niet uit, want ik ga het echt niet overnieuw doen. Ik vind het prima zo. Ik ben inmiddels helemaal ready. En dit is mijn look. Ik ben echt tevreden over mijn make-up vandaag. Wow, focus. Het licht moet even iets anders, denk ik. Ja, zo. Ik ben heel erg tevreden over mijn make-up vandaag. Heb ik helemaal zelf gedaan het keer. Vorige keer had ik natuurlijk meestal mijn make-up gedaan. Ik heb trouwens nieuwe haarproducten. Ik weet niet of jullie het ook kunnen zien. En of jullie vinden dat mijn haar vandaag wat beter uitziet. Want de laatste tijd had ik heel veel comments over dat mijn haar pluizig eruit zag. Het klopt, want mijn producten waren op. Dus ik moest het echt doen met het minimale wat ik thuis had. En het lukte niet echt. Als jullie verschil zien in mijn haar, let me know. Dan weet ik dat deze producten heel goed zijn. En dan deel ik het verder met jullie. Maar ik heb dus nieuwe haarproducten. Ik heb verder de Kat Von D Liquid Lipstick op. Die vind ik echt zo mooi trouwens. Met mijn nieuwe mango oorbellen. En ik heb een jurkje aan. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Maar die is van Misguided. Volgens mij. Ik laat jullie straks even in de spiegel zien hoe ik er van top tot teen uitzie. En dan hebben jullie er een betere beeld bij. Ik had net trouwens andere schoenen aan. Die waren eigenlijk veel mooier dan wat ik nu aan heb. Maar die zijn gewoon veel minder fijn. En ik wist dat ik deze avond dan niet erop zou redden. Dus heb ik ze gewoon ingeruild voor fijne schoenen. Ik vind ze ook wel mooi, maar ja, veel minder mooi gewoon. Meestal zijn de echt mooie hakken niet zo fijn. Ik heb trouwens nu deze hakken. En deze zijn gewoon prima hoor. Ze zijn fijn, ik vind ze wel leuk, maar dit had mijn voorkeur niet. En ik laat jullie nu even zien welke ik eigenlijk wil aandoen. Lekkere belichting dit. Kijk, ik wou deze hakken. Die zijn gewoon veel leuker. Misschien zie je het verschil niet, maar ik zie het wel. Kijk, deze zijn wat lomper of zo. En deze zijn gewoon iets subtieler. Deze wil ik aandoen, maar helaas. Ik kan niet goed filmen, er zit echt heel veel troep hier omheen. Maar dit is mijn jurkje. Ik vind hem echt super leuk. Ja, ik twijfel of deze nou van Misguided komt. Of van Pretty Little Thing. Ik vind alles zo'n rotnaam uitspreken. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb er wel een beetje een buikje in. Dus ik probeer het een beetje in te houden. Ja, dit is een beetje mijn look voor vandaag. Ik ben inmiddels met Lemia. En wij zijn onderweg naar Amsterdam. En we zijn natuurlijk in de file beland. Want het is nu, even kijken hoe laat is het. Het is nu 5:05. En wij komen 6:50 daar aan. Dat is eigenlijk best netjes. Ja, eigenlijk wel. We zijn wel op tijd. Want het event begint om 7:00. Amsterdam te komen. Dus dat is wel goed. Maar ja, deze wil echt doen. Toch wat idee? Net hij? Ook al, hè? Net ging hij naar de rechterbaan en toen kwam ook een auto en nu gaat hij ineens weer zo. Hij kwam bijna tegen deze aan. Ja, het is gewoon echt super druk op de weg. Nou, dus het licht is echt mooi, man. We wou trouwens vandaag in de auto een True or Dare opnemen, maar dat gaat niet meer door, denk ik. Nee, man. Oh my god. Hoezo dan? Dat is echt een slecht idee. Hoezo? Ja, ik zei nog tegen haar, beter gaan we dat niet doen. Want ze zei, ja, als iemand iets niet beantwoordt of niet doet, dan moet hij dus een slokje nemen of iets eten wat hij niet lekker vindt. Ik zeg, ja, dan komen we kostmisselijk aan op het event. Ja. Zegt ze, nee, is gewoon leuk. Ik dacht echt, schijt gewoon, we gaan het gewoon doen. En vandaag dacht ik echt van, nee, man. En hebben ze me vandaag, zegt ze, nou, doe maar beter niet, je hebt wel gelijk. Ik denk, oké, Lemia. Dus ik
ben helemaal vergeten te vertellen dat ik dus geen beugel meer heb. Ik vertelde het net aan haar. Maar kijk dan. Dit zijn dus mijn nieuwe tanden. Mijn nieuwe tanden. Mijn gefixte tanden. Ik ben er zo blij mee. Ik heb geen beugel meer. Ik heb trouwens wel een spalkje achter gekregen. Die moet ik eigenlijk altijd voor altijd inhouden, zodat mijn tanden op de juiste plek blijven staan. Maar ik ben zo blij mijn beugel eindelijk eruit is. Kijk waar wij nu naartoe rijden. We waren al bij nog heel veel trek. En ik denk dat we op event toch sowieso niet zoveel gaan krijgen. Dus wij gaan lekker naar de Mackie. Wij hebben ons eten. Lemmy heeft natuurlijk een filet-o-fish en ik heb een Big Mac. Nou, wij zijn na 100 jaar ook eens geparkeerd in Amsterdam. Echt, Amsterdam en parkeren is altijd drama. We hebben gewoon de hele straat opgehouden gewoon om te kunnen parkeren. Hé, Lemmy? Het is al... Hoeveelste event dat wij samen naartoe gaan? Tweede. Nee. Derde. Ja, derde. Oh my god. En we zijn tot nu toe altijd te laat geweest. Eerlijk, vandaag waren we echt vroeg vertrokken. Ik dacht echt van, we gaan dit. Oké, McDonald's heeft ons wel een beetje gekild. Ik zeg jullie eerlijk. Ja. Inmiddels weer aangekomen bij Rotterdam. Nou ja, bij haar huis eigenlijk. En mijn auto is hier geparkeerd. Dus ik pak mijn auto en dan ga ik lekker richting huis rijden. We hebben het heel gezellig gehad ook in de auto. We hebben heel veel gekletst. Dat was echt gezellig en doodgelachen. Luister, ik zei tegen Miriam. We moeten hier eigenlijk in de auto. We moeten gewoon van die camera's hebben. Want altijd als wij op weg zijn, dan gebeurt er altijd wel wat. Ik wil eigenlijk echt vertellen wat er allemaal is gebeurd. Maar als je het vertelt, is het echt zo lomp. Dus ik heb het gewoon afgekapt. Maar we hebben echt doodgelachen. Nou, Lem, het was gezellig. Ja. Het was echt leuk. Ik ga er weer vandoor. En dan zie ik jullie thuis. Doei. Ik ben net thuis en ik ben maar op de grond gaan zitten. Ik ga zo even uitpakken wat ik allemaal heb gekregen, wat ik allemaal heb gewonnen. Ik heb mijn nepwimpers maar eraf gehaald. Want ik heb daar al best wel snel last van altijd. En eigenlijk wil ik ze altijd na een uurtje al eraf halen, maar dat kan natuurlijk niet. Dit is het pakketje dat we hebben gekregen. Er zitten echt zulke leuke dingen in. En dit zijn de drie producten die ik heb gewonnen. Maar ik laat jullie even eerst zien wat ik wat hierin zit. Het is echt super leuk. Kijk dan, jullie zien het al. Ik heb dus twee parfums gekregen. Eentje is voor mezelf. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En eentje mag ik gewoon weggeven. En ik weet al aan wie ik het ga geven. Dat zien jullie later wel. Oké, ik heb hier dus twee primers. Eentje om je huid te hydrateren en eentje is mat. Wat doet Lira nou? Lira doet echt heel irritant. En even kijken. Dit zijn volgens mij drie lipsticks. Ik ben benieuwd naar de kleuren, maar dat laat ik jullie allemaal even straks zien. Ik heb hier verder een Pore Minimizing Mattifying Stick. Ik ben heel erg benieuwd naar. Ik
weet niet wat het echt precies inhoudt. Verder heb ik ook een fixing spray. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik heb gehoord dat deze echt heel erg goed is. Dit is de fixing spray. En dit is de pore minimizer. Dit is dus de lipstick. En ik zat heel te kijken van hoe doe ik hem nou open. Hoe doe ik hem nou open. Maar je moet dus gewoon boven klikken. En dan gaat hij open. Echt tof. Ik heb deze kleur gekregen. En hij is er echt zo tof uit in het echt. Oh mijn god, jongens. Kijk één keer deze kleur lipstick. Kapot mooi. Deze ziet er ook echt cute uit. Deze is rood. Echt, ik doe nooit rood op. En meestal als ik een rode lipstick krijg, dan geef ik het gelijk weg aan een van mijn vriendinnen. Maar deze ga ik echt bewaren, want ik vind hem echt zo cute. Dit is dus wat we allemaal hebben gekregen. Is toch niet normaal? Dit is toch echt een goede pakket. Ik ben hier ook echt zo blij mee. Ik heb deze parfum echt nooit gehad. Dus ik weet eigenlijk ook niet hoe die ruikt. Ik weet wel dat hij heel erg zoet is. Maar ik ga hem zo even uitproberen. Oké, ik ga denk ik deze vlog nu afsluiten. Ik ga mijn lens er ook gelijk eruit halen. Ik ga even mijn bril opdoen. En ik ga nu lekker op de bank liggen. Ik ga even mijn make-up eraf halen. Gewoon even chillen. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.